Kijk eens hier. Kijk uit met rollen. Kijk uit met rollen. Moet hier kijken. Wow. Kijk, schatje. Ik heb lekker pannenkoekjes. En een koffietje zelfs. Lekker, hè? Ben je nog moe? Lekker. Lekker, niet smakelijk. Zo mooi. Hij is echt mooi, hè? Zo. Mooi plankje. Ik ga hem niet opeten. Nee? Weet je zeker. Hoe lang hou je dat vol? Het handje ligt hier ook zo. We hebben nu al chocola. Nu moet je wel dooreten. Oh. Dat zag ik niet liggen. Ik dacht al, hè? Kijk, ik heb hier een stek voor je. Wat fijn. Wat fijn. Eet smakelijk. Dankjewel. Ik heb ook een bordje. Mm. En koffie daar zo. Mm, lekker. Goed wakker worden, hè? Ja. We sliepen echt heel laat. We sliepen om 4 uur of zo pas. 4:30 misschien wel. Ik sliep om 5 uur. Echt? Voor jou. En het is nu 11:15. Op zich zijn we er dan nog best op tijd uit voor zo laat slapen. Ja, 6 uur geslapen. Ja, nou, eet smakelijk, zatje. Eet smakelijk, dat is echt fijn. Ik denk oprecht dat die kleur op deze auto ook echt heel mooi zou staan. Ik ga mijn autokleur niet meer veranderen. Nooit meer? Nee. Oh nee! Ik ben er klaar mee met okay. Al die kleurtjes. Nee, maar deze kan je er nog wel een tijdje op laten. Maar als er nog ooit een keer een kleur is die mooi zou zijn, dan weet ik zeker dat die heel mooi zou zijn. Oh, sowieso deze auto, magnifiek. Ja, hij is echt heel mooi. Echt zo sick. Die spoiler ook zo. En oh, heel dik hoor. Ja, echt leuk. Echt heel dik. Het geluid ook echt top. Heel, heel nice. Ik zag hem rijden, ik dacht... Woe! Ik even in de vlog hebben. Dit ziet er heel lullig uit, hè, dat wij links inhouden. Ja, maar dat hoort. Maar dit is een beetje een verwarring, denk ik, met invoegstroken. Want dit vertelde jij mij een keer. Een invloegstrook. Ja. Daarom zijn we aan het vloggen. Een invoegstrook is bedoeld om in te voegen. En je schijnt eigenlijk, als het kan, de hele invoegstrook te moeten gebruiken. Ja. Dus wat wij nu doen, zeg maar, dat we helemaal doorrijden naar het eind. Dat voelt zo asociaal, dat voelt zo kak. Omdat je de rest ziet wachten. Alleen eigenlijk moet iedereen zich spreiden tot de invoegstrook en gewoon de normale rechte baan. Ja, want waarvoor is die invoegstrook anders? Dat is echt een moeilijk woord, hè? Invoegstrook, ja. Nee, maar iedereen gaat dan alvast recht staan. Terwijl, ja, je hebt 2 banen tot het einde. Dus dan kan je beter gewoon allemaal tot het einde doorrijden. Dan gaat het veel makkelijker. Ja. Tenminste, gaat het veel sneller. Want als je helemaal achteraan gaat invoegen, ja, dat heeft helemaal geen nut. Ja, je weet gewoon zeker dat als je rechts achteraan gaat aansluiten, dat er sowieso altijd mensen zijn die links op de invoegstrook voorbij komen. Tuurlijk, ja. Dus eigenlijk moet iedereen dan gewoon meteen die invoegstrook gebruiken. Want ja, je moet invoegen. Ja, maar dat is hetzelfde als de invoegstrook als je de snelweg op wil, bijvoorbeeld. Ja, die moet je eigenlijk zoveel mogelijk gebruiken. Ja. En dan de snelweg op in plaats van... Meteen. Oh, meteen. Ja. Ja, dat is wel zwaar. Want dan kan iemand, zeg maar, die jou ziet invoegen of die jou ziet op de invoegstrook, kan er ook al meteen rekening mee houden. En ja. Die kan dan naar links gaan en kan je veel makkelijker invoegen dan dat je meteen gaat zoeken naar de eerste meters van de invoegstrook. Dat heeft helemaal geen nut. Maar, vertel eens even, jonge dame. Ja. Ik moest met jou mee. Ja. Naar de IKEA. Yes! Wat gaan we doen? Nou, ik heb geen idee. Ik werd gisterochtend wakker en ik dacht, eigenlijk zou het wel heel leuk zijn om de slaapkamer nog een klein beetje te pimpen. En toen dacht ik in één keer van, dit zou heel mooi zijn hier. Okay. En toen vroeg ik aan jou van, ik heb eigenlijk een idee. Het is sowieso iets wat we mee kunnen nemen naar de nieuwe woning. Dus het is niet dat het heel zonde is om het nu te bestellen en dan straks niet meer te gebruiken. Okay. En toen zei ik, wil je het weten? Zal ik het overleggen? Of zal ik het gewoon bestellen en dat we het morgen ophalen? Mm-hmm. Toen zei jij, nee, dat doen we gewoon morgen ophalen. Dus jij weet niet wat ik besteld heb. Nee, ik heb geen idee. Ik rijd er gewoon heen. We zijn nu in Amersfoort en ja. We gaan iets ophalen. Ik heb geen idee wat. Ja, het is niet iets mega groot, maar ik denk wel dat het echt mooi is. Mooie toevoeging voor de slaapkamer. Ja, ik ben heel erg benieuwd. De slaapkamer was wel helemaal netjes opgeruimd. Dus je hebt de voorbereiding al getroffen. Ja, precies. Ik dacht, ik ga meteen alles even
opruimen. Ik heb nu ook het beddengoed alvast even in de wasmachine gedaan. Oh, schoon beddengoed. Dus als we straks terugkomen, dan kunnen we die ophangen en dan lekker schoon. Even een duimpje omhoog voor schoon beddengoed. En ik ga jullie vanmiddag een tip geven voor schoon beddengoed. Dat is echt de beste tip ever. Want ik doe iets bij de was in. En waarschijnlijk kennen heel veel mensen dat wel. Maar dat is zo lekker. Het hele huis ruikt dan ook gewoon lekker als je je beddengoed ophangt, hè? Altijd als jij wast, dan ruikt het hele huis lekker. Ja, klopt. Dat is wel echt fijn, hoor. Ja, echt. Zo'n frisse geur. Ik weet niet, alsof vlinders door de lucht vliegen en allemaal hele fijne spoortjes van goed ruikende diarree achterlaten. Oh, ja. Nee, alsof bij elke vlinderslag die vlinders doen, en dan lijkt het alsof er 1000 vlinders in onze woning zijn. Ja. Maar bij elke vlinderslag een soort van magisch stofje van lekkere geur. Maar schat, dit is niet... Loods 5. Oh, wow, ik ben zo gewend. Wij gaan wel eens naar Loods 5. Oh, ik wil daar eigenlijk nu ook heen. Oh, schat, ik ook. Ja? Zullen we een rondje doen? Dan moet je eerst even ophalen. Ja, en dan kan je zien wat het is. En misschien denk jij dan, oh, dit moet ook nog. Gaan we even naar Loods 5. Loods 5 is mijn lievelingswinkel. Ja, dat vind je leuk, hè? Ja. Oma ook, denk ik. Ja, we moeten een keer met oma naar Loods 5. Het lijkt me echt super leuk dat als de woning straks af is, dat we dan... Het lijkt wel alsof hij nooit afkomt, dus... Jawel, nu gaat het snel. We hebben gisteren een afspraak gehad en dacht jij wel van, wow, dat is wel ziek hoe snel dat is. Maar om dan met oma sowieso een rondje door de woning te doen en dan naar oma's adviezen te luisteren. Oh. En dan gaan we later natuurlijk bepalen of we daar wel of niet naar luisteren. Maar ik ben heel benieuwd wat oma dan allemaal bedenkt. Dat ze dan door zo'n kamer loopt en zegt, weet je wat mooi zou zijn? Geloof als je hier me, dit, dat, zus, zo. Je krijgt de mooiste en gekste dingen gecombineerd en te horen. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, de woning van mijn opa en oma is super van deze tijd. Ja. Is echt serieus. Ik heb inrichtingen gezien bij opa en oma's. Dat is niet lullig bedoeld, maar dat is wel redelijk ouderwets. Dat zijn allemaal meubels die dan al 30, 40, 50 jaar in de familie we zitten. We moeten hier... Terwijl afval, B2, je bestelling ophalen, B2. En dat is echt niet lullig bedoeld hoor. Ik bedoel, als je dat mooi vindt, dan kan dat. Maar bij mijn opa en oma kom je zeg maar binnen en dan ruik je gewoon alles lekker fris en gewoon van deze tijd. En soms kom je bij opa en oma's thuis en dan ruikt alles gewoon muf en oud. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, nogmaals, zeker. Niet lullig bedoeld. Het kan ook fijn zijn dat je juist denkt van, ah, dit is lekker, lekker bij opa en oma, die geur, weet je wel. Klopt. Maar mijn opa en oma, die hebben zo'n chique, gewoon alles is wit, heel overzichtelijk, het is fijn, het is, ja, weet niet, echt heerlijk. Er rijdt een hele mooie Audi achter ons met echt een hele mooie wrap. Het is een rode wrap, maar ik wil die auto wel even filmen, want het is echt een hele mooie auto. En echt een hele mooie wrap. Bestelling ophalen. Check in via de link in de e-mail, blijf in de auto. Een medewerker brengt je aankopen naar de auto. Wajo. De medewerker scant je QR-code, daarna kan je gaan inladen. Dus we hoeven helemaal niet in de winkel. Je bent ingecheckt met ordernummer bla bla bla. We komen met je bestelling naar parkeervak 23. Nou, dat is niet normaal. Dus we kunnen hier... Serieus? Wauw, dat wist ik helemaal niet. Dat is echt top. Kijk, ze lopen nu weg van de auto. Dus we kunnen... Ga stiekem de auto filmen. Ja, dan kunnen wij erheen. Ja, ga stiekem jullie auto filmen. Ja, daar lopen ze. Kijk, ze vinden onze auto ook mooi. Kijk, ze kijken al zo een beetje... Ik zwaaide al uit voorzorg. Dat zelf voor zouden kijken, zagen ze me al meteen zo zwaar. Ja, lief stelletje, zo hand in hand. Fijn om te zien, hè, als mensen elkaar gevonden hebben. Ja, dat is echt fijn, ja. Laatst was het zo dat ik de vlog afsluit in bed. En toen was er zo'n reactie. Zo fijn om nog steeds de volle liefde te zien tussen jullie twee in de avond aan het einde van de vlog in bed. Echt? Ja. Oh, dat is lief. Ik had zelf gereageerd dat. Ja? Wow, had je dat gedaan al? Dat was wel een echte reactie. Mobiele telefoon, we kunnen zich nog in de avond. Ja, dat klopt. De telefoon ligt daar, maar ik ga even naar die auto toe. Zij zijn weg. Kijk eens even. En ik denk dat die auto nu alleen maar mooier eruit komt door deze lampen in de autogarage hier. Ik ben nog steeds heel erg verkouden, zoals jullie merken. Maar check eens even. Is dit een RS6? Een RS4? Het is een RS4, dames en heren. Check hoe die eruit ziet. Dat is echt een super mooie matte kleur. Echt heel erg nice. I like it. Wow, hij heeft hier ook helemaal... Wow, dat is een carbon editie of zo. Zie je dat? Ziet er goed uit, hoor. Jeez. Deze auto is... Nice. Sorry voor het gesnotter en alles. Maar ik schijn er maar niet vanaf te komen. Het is niet dat ik nog heel erg ziek ben of zo. Ik bedoel, voel me ook niet 100% topfit. Maar ik ben er wel verkouden. Dit is het. Wat een grote spiegel. Dit is het, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Doei. Wat vind je ervan? Grote spiegel. Holy moly. Die kun je dus gebruiken. Dan komen we weer bij de nieuwe woning, hè? Past het in de auto? Ja, tuurlijk. Oké, ja, daar heb je gelijk in. Anders check eens even. Anders kunnen we altijd uitpakken, hè? Dat is ook nog wel een dingetje. Is toch mooi? Ja, nee, super mooi, schat. Ik ben echt heel benieuwd wat je gaat doen. Oh ja, dat ga ik straks vertellen, maar.
Ja, is goed. Nou, we doen even de auto open. Gaan we even kijken of het gaat lukken. Ja, het nadeel van deze auto is dat die elektrische stoelen heeft achterin, waardoor de banken niet plat kunnen. En daardoor mis je gewoon echt heel erg veel ruimte. Ik denk dat het wel goed komt. Nee, dit gaat nooit goed komen. Ik denk dat hij hier achterin moet. En als hij hier niet past, dan moet hij op het dak. Dan gaan we hem uitpakken. Dat kan ook nog. Uitpakken? Ja, dan is hij wel iets kleiner. Ja, check. Past gewoon niet. Nee, dat gaat niet passen. Ik kan hem toch uitpakken, schat? Dat zei ik al. Nee, dat gaat niet passen. Je moet hem uitpakken. Ik wil de auto ook niet beschadigen. Nee, tuurlijk niet. Oh. Hij is wel mooi. Dankjewel. En dan kunnen we die jassen nog weer gebruiken om hem een beetje te... Ja! Yes! Yes! We kunnen hem meenemen! Je hebt zoveel geluk. Ja. Oh, en dan moeten we een beetje verstevigen met de jassen. Zodat hij niet kapot gaat. Ja, dit is perfect. Yes! Je hebt zoveel geluk, hè. Jongen, wow, schat. Dit is zo'n mooi plaatje, hè. Zo bij die auto met dat hoedje zo. Het is geen hoed. Mutsje. Dat shirt is ook echt leuk. Ja, maar ik kreeg laatst naar mijn hoofd gesmeten dat het een chaotisch, goedkoop, simpel shirt was. Deze. Ja, terwijl ik hem vet cool vind. En hij is echt van Curaçao, dus dat geeft gewoon extra vibes. Dat is waar. Dus ik breng die paar op. Nee, laat mij die terugbrengen. Oh, joh. Oh ja, mammoet. Yes. Mammoet? Ja, dat staat hier. Hier moeten we het achterlaten. Oké, goed. Ik moet wel zeggen, bij Loods 5 hebben ze wel heerlijke koffie en zo. Oh, laten we daar heel even heen gaan. Gewoon kort, schatje. Het is jouw dagje, schat. Nee. Het jouw dagje van. We gaan de hele dag zo. Weet mag ik een foto van jou maken? Gaan in Nederland? Leuk. Mag ik een foto van jou maken hier? Klik. Nou goed, de spiegel zit erin, dames en heren. Kunnen we gaan. Zo. Wow, dat is gek. Hoi, joh, dat is raar. Hey! Hallo! Hallo daar! Hoi, joh, dat is zo ziet raar. Het eruit. Als we achterom kijken, ziet dat er altijd zo uit. Wow, dit is echt gek. Wel leuk. Wow. Eigenlijk zou gewoon een keer iets van bekleding in spiegel moeten. Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Een spiegel is niet zo flexibel als een stoel. Maar wel een beetje. Ja, maar je kan er absoluut niet op zitten. Yes, we hebben het! Zo, daar zijn we. Beam. Ik moet goed op slot doen, hè, want ik wil niet de spiegel in je hand. Ik spiegel een beetje, zag je dat? Nee, zag ik niet. Alweer een blauwe auto. Daar ook eentje, hè? Ja, klopt. Ja, we gaan vandaag alleen maar blauwe auto's spotten. Zullen we dat doen? Ja, is goed. In plaats van John Deere. Maar deze vind ik ook echt mooi. Ik ben wel een BMW-meid. En jouw schoen ook mooi erbij. Ja, jij bent wel een BMW. Maar dat komt wel door je vader, toch? Ik bedoel, je vader zelf heeft ook een BMW. Ja, mijn vader heeft serieus, tot ik me kan herinneren, alleen maar BMW gereden en één keer Porsche. That's it. En mijn moeder echt van alles. De Toyota. Maar ook een Mini, dat is ook BMW. Ja, dat klopt. Ja, ik hou ook echt van Mini Coopers. Maar ik vind dit echt mooi, alleen vind ik de bekleding niet zo mooi. Zie je dat? Dat is een beetje bruinig. Daar hou ik niet zo van. Maar, serieus, deze kleur. Pap, als je dit ziet, volgende BMW, blauw. Dit vind ik nou echt handig. Dat je makkelijk kan tillen. Ja. Of meenemen als gastje. Dat is toch ideaal? Ja. Doe gewoon op een tafel gewoon dit. Dat is makkelijk tillen. Zo zouden we alle tafels moeten doen. Nou, wat is je doel? Wat is iets waar je naar op zoek bent? Een spiegel heb je al. De spiegel... Zal ik jou vertellen wat ik heb? Nee. Dat zien we toch thuis wel? Ja, maar het is niet zo bijzonder. De spiegel is het bijzonderst. Oké. Ik heb een nieuw dekbedovertrek. En ik heb een plantje. En ik heb kaarsen. Dat heb ik besteld bij IKEA. Dat vond ik wel leuk. Dus nu zat ik te kijken. Misschien leuk kussentjes. Om het bed, zeg maar. Als je het bed helemaal hebt opgemaakt. Dat je twee van die mooie kussentjes over hebt. Oké, dit is echt een typisch vrouwending, dames en heren. Ja, maar dat is leuk voor jou. Dat is helemaal leuk. Maar dit gaat mijn pet erboven. Dit snap ik allemaal niet. Dit gaat mijn muts erboven. Uiteindelijk ga ik het waarschijnlijk fantastisch vinden hoor, maar ik ben het even kwijt. Ik volg jou wel en kijk maar even lekker rond. Nu weten we waar die vandaan komt.
Deze hebben we gevonden in die koffers. Ja, serieus. Precies deze. Precies deze hebben we gevonden in die koffers. Die heb ik uiteindelijk verkocht voor 6 euro. Kijk, zie je? Dat was 19 euro. Ja, dat was nieuw, want het kaartje hing er nog aan. Dus dat was een goede deal voor de persoon die dat heeft gekocht voor 6 euro. Want dat was gloednieuw, kaartje hing eraan. En hij is dus blijkbaar 19. Zo, moet je dit nou zien, hé? Myron, kom dit eens checken. Dit zijn gewoon allemaal gieters. Kijk, die hou je hier vast, hier aan de achterkant. En dan bij dat mondje zit een gat. En dan zo te gebruiken die gieter. Echt prachtig. Gewoon alles. Gewoon hier bij de staart. Het is wel heel, heel creabea. Eerlijk. Hier ook bij de eekhoorn. Hou je hem hier achter vast. En dan... Het is wel schattig. Myron. Kussenhemel. Alleen maar kussens. Oh mijn god. Kijk hoe mooi dit. Nee. Wauw. Deze is zo mooi. Dat is wel heel fijn hoor. Die ziet er nice uit. Lekker comfy. Maar dit soort kussens heb ik in mijn hoofd. Maar dan in dit crème. Iets lichter. Oké. Okay. Dit is wel echt lekker. Echt nice. Dit hang je op en dat geeft vogelgeluiden. Hoor je dat? Dat is leuk. Wow, misschien moeten we dit aan opa geven. Nee, die wil echt vogelgeluiden horen. Dat weet ik zeker. Ja. Maar wel geinig. Dit ziet er ook wel vet uit altijd, hè? Zo'n bewegende klok. Ja, dat is echt mooi. Een bewegende klok klinkt eigenlijk heel logisch. Maar gewoon dat al die wijzers erachter, hoe noem je dat? Ik heb geen idee eigenlijk. Ziet gaaf uit. Wat? Die wijzers erachter? Ja, dat je dat ziet bewegen. Die tandwielen, dat bedoel ik. Dat weet ik ook niet. Ik moet wel zeggen, soms weet ik echt niet waar ik moet kijken. Ze hebben zoveel. Klopt, je kan hier eigenlijk ook niet snel doorheen lopen. Je moet echt een beetje kijken. Nee, dus jij hebt me gewoon in de valstrik. Dus jij zei, even snel rondje. Maar schat. Kan niet. Nee, ik wil even niks horen. Ja, ik vind het echt fantastisch, schat. Dit is gewoon even jouw moment. Ja, maar het is ook gewoon leuk voor nieuwe inspiratie. Ja, is ook zo. En dit is er dan nog maar één. En dit was hem gewoon. Ja, dit is typisch. Ik hoef er maar twee. En deze is nog maar één. Ja. Anders neem je mee en vraag ze of ze er nog één hebben. Ja, dat is goed. Ja, toch? Dat zul je zien. Heb je eindelijk een kussen gevonden, is er nog maar eentje van. Ja, maar nu weet je wel een beetje waarnaar ik zoek. Dus dan weet je deze kleur, als je die ziet. En dan een beetje zo zacht. Het is wel lekker dit. Ja. Wow, als je een hond of zo hebt, je hebt zo'n ding. Lekker. Maar we hebben geen hond. En dit vind ik dus zo mooi aan gewoon... Ik denk überhaupt vrouwen in het algemeen die gewoon een rondje maken en zeggen... Oh, stel je voor. Je komt helemaal niet in aanmerking ervoor of zo. Maar stel je voor, je hebt een hond. Oh, dan was dit wel echt geweldig, hè? En we hebben geen hond, schat. Nee, klopt. Maar stel je voor. En dat vind ik zo mooi aan Myron ook. Stel je voor, als ze dit nou hadden en dat. Ja, dat hebben we niet. Stel je voor, was dit wel mooi geweest. Nou, goed. Stel je voor... Neem nog een spiegel mee. Nee, maar ik zei tegen jou, ik zoek een plankje waar die kaarsen zo mooi op kunnen. Dat is dit wel. Dit kan je wel mooi op het nachtkastje zetten. Of niet? Ja, dat kan. Vind je deze niet mooi? Ja, ik heb geen beeld bij. Ik laat jou helemaal je ding doen, schat. Luister wat ik zeg. Als je die kaarsen zo op het nachtkastje zet en je zet ze aan, dan gaat dat kaars verdruipen. En dan heb je dat heet het op het nachtkastje. Dus er moet iets van een plankje, laadje, moet eronder. Waar je gewoon... Wat of dit. Leuke dingetjes. Nu zet je de kaars in. Maar dan druipt het hier op. En ook bij dit. Kijk, dan druipt het hier op. Ja, dus dat kan toch ook dan? Ja, maar ik heb toch 3 kaarsen gekocht al? Ja, maar die kunnen dan toch hier ingezet worden? Hier, kijk, 3 kaarsen. Nee, maar ik heb van die grote kaarsen gehad. Zo. Oh. Je keek erin. Ja. Kijk eens wie er blij is. Nee, mooi kussen. Als zo'n aapje met 2 van die dingen. Ja. Nice. En deze. Daar kunnen ook die kaarsen op. Perfect. Leuk. Dit is zo fijn is dit. Oh mijn god, want ik heb eigenlijk nu de perfecte kussens gevonden. Oh, nog betere. Deze. Kan dat nou allemaal? Deze zijn nog veel mooier. Wauw, dan ben ik blij dat je die dan tegenkomt hier. Vind je die ook mooi? Hey, kijk, dat is een lampenkap van een soort schapenwol. Dat is grappig. Maar deze zijn wel veel duurder. Is wel lekker, ja. Deze zijn echt mooi. En deze kant, die is ook wel gek. Ja, zo. Laat die eens voelen. Nou, dit is wel fijn eigenlijk, deze. Ja? Deze zijn wel mooi. Dus dat is jouw feestje. Het is jouw feestje, oké? Okay? Nee, jij moet me dan helpen, want ik heb dan een idee. Ja. 2 kussentjes, gewoon als sier. Voor... Nee, je durft het eigenlijk niet te zeggen, maar je wil graag die. Neem maar mee, schat. Het is jouw geluksdag. Nee, schatje. Ja, doe maar. Kom maar, geef die andere kus maar. Die leg ik wel terug. Ja, je bent zo gelukkig, nee, maar, hè? En deze kan ook, hè? Of vind je die grotere dan mooier? Nee, ik vind 2 van die ook wel leuk. Die kan je dan ook op bed leggen, zo. Oké, doen we deze. Dames en heren, het loopt serieus uit de hand. Nee. Dit
dit zijn echt dingen die we nodig hebben. Goed, we hebben een paar plantjes, we hebben kaarsen, kokossmaak, geur bedoel ik. Ik ga het niet eten in kaars. Mag wel, mag wel. En dus die schapenkussens. Van de shoppen word je zo moe, hè? Dat is ongelooflijk. En horen. Dus we gaan even een heerlijke hamkaastossie eten. En ik vroeg extra ketchup, dus ik heb voor elk broodje... Waarschijnlijk is dit alsnog te weinig. Nee. Ik heb voor elk broodje, voor elke tosti heb ik een bakje met ketchup. Oh, zo fijn. Echt heerlijk. En dan lekker cappuccino erbij. Keurig. Kan niet beter, schat. Wow, kijk deze bank. Schommelen op eigen risico, hè? En zo. Kijk uit. Ze gaat gewoon vast. Hij kan niet zo, vast. Je kan niet zo ver schommelen. Kan maar een klein beetje, maar dit is gewoon een bank. Ja, geniaal. Ziek, hè? Wel lekker, hoor. Ja. Oh, joh, maar gaat helemaal hier weer. Ziet er echt nice uit. Fijn. Stel je hebt dit in je tuin. Wow, yo. Maar het is wel moeilijk, want moet je elke keer die kussens naar binnen halen. Maar daar zo op de zijkant schommelen op eigen ja. risico. Toen wist ik al helemaal, ik wil schommelen. Ja. Toen dacht ik, dan wil ik het ook op eigen risico doen ook. Dat is mijn eigen keuze dan, hè? Ja. Zo, we zijn helemaal compleet. Yes. Dus, geslaagd. Leuk. Echt zeker geslaagd. Echt leuke dingetjes meegenomen. Ja. Uiteindelijk nog wat extra kleine dingetjes. En ook iets leuks voor op mijn bureau. Gaan we straks even laten zien. Hoi. Zijn we druk bezig geweest. Eventjes vanuit Amersfoort langs Soesterberg, langs de nieuwe woning. Precies. Even kijken. Oh, ze hebben dit allemaal vol gegooid. Ja, het zit nu allemaal zand. Wow, nu kunnen we super makkelijk hier weer lopen. Ja. Wow. Nice. Perfect, hè? Ja, dit is echt sick dat je hier nu gewoon weer kan lopen. En ze hebben het nu zo ver uitgegraven, want de garage wordt groter dan wat de kelderbak is. Dus wat je daarachter ziet, dat is ook allemaal straks nog garage. Ja, dat is echt bizar. Ja. Dat is echt groot uiteindelijk. Ja, dat is echt gewoon precies langs de grens van ons en de buren. Volgens mij ook, ja. Klein stukje ernaast nog. Ja, klein stukje heb je over en dan zit de muur. Klopt. Dus maar... ze zijn daar nog bezig, hoor ik. Kijk eens naar boven daar. Oh, huh? Loop daar heen. Holy moly. Die hele wc is er nu uit bijna. Ja joh, ze hebben dit ook helemaal weggehaald. Ja, ziek hè? Daar stond eerst dat hek en dan kon je lopen. Ja. Wow. Maar je moet eigenlijk via de voordeur lopen en dan kijken hoeveel ruimte je nu daar hebt. En ze hebben nog iets gedaan, wat ik ook al zag. Ja, en ze gingen even bij Milan wat halen. En ik ging alvast even kijken, dus ik heb het al gezien. Oh ja, klopt. Ik ging even zenders halen bij Milan. Ja, maar besef nu, als je nu naar de keuken loopt straks bijvoorbeeld, vanaf hier, hoe open dit is. Wow, check hoe dit eruit ziet. En hier komen dan dus straks die taatsdeuren. Maar besef hoe ruimtelijk dit is. Ja, sick hoor. Dit is echt lijp. Wauw. Maar loop eens verder. Wat valt hier nog meer op? Loop maar verder. Ja, dat lekker weer is. Nee, kijk eens beter. De studio. Andere kant. Wat? Wow. En daar ook, hè. Al die bossen zijn weg. Wow. Holy shit. Die hele conifeer. De vijver is weg. Ja, ze alles weggehaald. De vijver is weg. Wow. Ziek, hè? Jeetje. Besef hoe groot het nog, nu is nog groter, absurd. Hè? Dit is absurd. Wow, dit is zo absurd. Maar die ook helemaal, hè? Die bossen daar. Dit is echt ongekend. Ja, ik denk dat sommigen misschien zullen denken van, hè, wat bedoel je nou precies? Nou, hier, daar, hier en daar stonden eerst supergrote bossen. Ja. Of bosjes, hoe noemen we dat? Ja, planten? Het was laurier. Laurier, ja, echt super groot. Je kon er gewoon in gaan schuilen. Je kon erin klimmen. De kinderen van Sheet zijn er wel eens in geklommen en dan kon je ze niet zien. Maar zo groot. Nu denk ik wel dat mensen het zien hoor. Dat het echt heel veel groter is nu aan de zijkant. Want dit was echt serieus allemaal. Alles wat ik nu aanwijs, zo dit stuk. Dat was allemaal laurier. Niet normaal. En hier was serieus letterlijk de vijver. Ja. Precies hier. Dat hele systeem van de vijver, alles. Ja. Wauw. Kijk alle hekken dan. Zijn weg. Want hier stonden eerst al die hekken. Ja. Ja, en dit is dus een dingetje, een situatie. Is dat hier zie je de put. En deze put wordt uiteindelijk verplaatst naar de hoek. Klopt. Daarachter, ja. En dat komt omdat als er ooit brand is of de gemeente heeft water nodig, dan moeten ze hierbij kunnen. Ja, of als er storing is of gewoon iets. Ja. Dus de gemeente moet hier altijd bij kunnen. Dus je mag dit niet afsluiten met een hek. Nee. Dus daarom hadden ze ook een hek zo gemaakt en zo. Ja, langs het ding. Zodat altijd mensen bij konden. Klopt. Maar toen hadden we zoiets van, ja, we willen dit wel afschermen. We willen niet dat iedereen tot zover kan komen. Nee. We willen dit echt ons terrein hebben. Ja. Dus wordt dit allemaal verplaatst naar de hoek. Ja. Zodat we daar in de hoek
ervoor kunnen zorgen dat de gemeente altijd erbij kan. Zonder dat ze bij ons hoeven aan te bellen van, hey, mogen we er even bij of dit of dat. Precies. Dus dat is echt perfect. Dus dit wordt nog verplaatst. Dus daarom zijn nu ook alle hekken weg hier. Maar wow, dit is zo overzichtelijk. Dit is zo ziek. Niet normaal, hè? En dan moeten we nog even een mooie manier vinden om uiteindelijk, ja, met de buren ervoor te zorgen dat dat helemaal mooi, precies, ja, mooi het is dicht is. Het is wel allemaal klimmen op. En vorig jaar was dit nog niet eens zo dicht. Dus dit groeit echt als een malle. Ja, vorig jaar zagen we de hond nog heel vaak. Klopt. En nu zie je die hond niet meer, nee, omdat het zo dicht is gegroeid. Dus klopt. Dus als dat doorgaat zo naar achter is dat wel echt mooi. Dan is het super mooi. Maar we gaan allebei onze eigen privacy en allebei groen. Precies, ik vind het gewoon mooi. Ja. En anders dan kun je daar nog een schutting plaatsen of iets dergelijks. Maar ik denk dat die klimmen op dat wel dekt, hoor. Zeker, hoor. Ja, heel mooi, hè? Oh, dan in één keer is het heel snel gegaan. Ja. Dat is echt fijn. En we hebben boven nog niet gekeken, want ik hoorde iemand net ook boven bezig. Dus daar kunnen we ook nog even kijken. Zullen we daar meteen heen lopen? Ja, dat vind ik wel leuk. Maar wauw, ik... We zijn druk bezig. Ja. Hoi, goeiedag. Hoi. Hallo. Ja, jullie? Ja, zeker. Nou, kijk eens aan, dames en heren. Ja, deze hadden we al gezien. En ja, sowieso hier alle leidingen gelegd, dus voor het bad. Ja, en dit, hè? Ja, en hier komt de wc tegenaan. Dus dat is ook wel echt top. De installatie voor staat de wc. Al. Nice. Maar ja, misschien... allemaal spullen wat ze nog gaan gebruiken. Ja, maar misschien helemaal boven. Laten we helemaal boven kijken, dat ze daar bezig zijn. Ja, dat kan ook. Dan gaan we daar even heen. Dit is wel echt leuk, hè? Ja, dat is echt fijn. Maar oh, hier gingen we gisteren nog lopen, hè? Dat kan gewoon nu niet meer. Nee, dat is echt leid. Dat ze dat zo snel hebben weggehaald hier. Ja, wauw. Die tuin. Ja, dat is echt bizar. En als wij binnenkort weggaan voor een klein weekje en we komen terug, dan gaan we echt veel verandering zien. Ja, want dan is de stucadoor ook geweest in de studio. En waarschijnlijk hebben ze dan hier het dak al een beetje gemaakt. Ja, het gaat echt hard nu. Wow. Oké, laten we naar boven komen. Ja, ik zie iemand van boven komen, dus er is wel iets gebeurd. Nice. Kom even. Is dat voor je hoofd? Ja, altijd, hè. Hier uitkijken voor je hoofd. Ik denk dat we daar gewoon... De hele vloer. Wow, inderdaad. De hele vloer is geplaatst. Wow, wat nice. Ja, overal. Wat goed. Alleen daar nog niet. En deze vloer moest dus geplaatst worden voor de gietvloer. Ja. Maar anders dan houdt hij het niet. Het moest verstevigd worden. Wow, heel nice. Supermooi. Ja, dat ziet er echt heel clean uit. En hier ook dan. Nu die schorten zo weg zijn, ziet er ook mooi uit. Echt nice. Ze hebben ook precies geverfd tot waar de schorten waren. Zien jullie dat? Ja. Maar hier moeten we dus nog tegels voor uitzoeken. Dat gaan we doen als we terug zijn bij Shahid. Want hier komt mooie tegels tegenaan. Omdat dit dus het mini badkamertje is. Heel tof. Heel leuk. Hoi, joh. Echt fijn om dit allemaal te wat zien. Wat is hier gebeurd? Ja. Het is hars toch of zo? Wat is dat? Ja. Huh? Maar nice. Echt top, die vloer. Ja, dit is echt nice. Dan is het ook niet meer zo eng hier, hè? Want er zaten serieus wat gaten in de vloer. Ja. Kom hier staan en check dan naar buiten. Ja, schat, dit is niet normaal. Dit is zo fijn, dit is echt de droom. Hoe kan dit zo anders eruit zien nu die bossen allemaal weg zijn, hè? Dit is echt de droom, dames en heren. Ja, wauw. Die studio ziet er nu stoffig uit. Ja. Maar daar komen misschien nog zonnepanelen op. Klopt. Ja, we zijn in de tussentijd druk met van alles en nog wat achter de schermen. Dus dat is echt mooi. Echt leuk, schat. Ik ben zeker zo blij. Hoppa. Hoppa. Oh, sorry. Laat die je wachten. Ik wil eigenlijk wel even zien waar die dit gaat doen. Dat is wel zwaar, elke keer die planken zo om te tillen. Ja, want dit is voor de gietvloer, toch? Zodat die straks erop kan. Dat dacht ik wel, ja. Ja, nice. Perfect. Nou, succes nog even. Ja, komt goed. Doei, doei, een fijn weekend. Ja, hetzelfde. Doei. Echt leuk. Echt heel leuk. Nou, dan gaan wij er weer voor tussen, dames en heren. Dan laten we de mannen weer hun werk doen. Wauw. Zo, dames en heren. Daar gaat hij. De spiegel. Ja. Hoppa, meteen naar de slaapkamer. Waar denk je dat ik hem had bedacht? Ja, boven het bed natuurlijk. Nee. En dan breng ik hem weer terug. Echt? Ja, ik dacht serieus precies boven het bed. Kan ook, maar ik vind het mooi daar. Echt? Aan de zijkant? Ja. Oh, ik dacht dat je hem precies boven het bed daar zou doen. Maar dan heb je er niet zoveel aan. Dan kan je alleen vanaf hier zeg maar er naartoe kijken. En daar, als je dan wakker wordt, dan heb je zeg maar die lichtreflectie, dacht ik. Wauw, van wie heb je dit? Nee, maar ik zou voordoen. Ik lag serieus hier en ik dacht ineens zo van, die muur is eigenlijk best wel saai. Wat kan daar? En toen dacht ik, als je hier een spiegel doet, dan kan je ook via daar naar buiten kijken. Ja, nee, ik vind het echt, ik zet de camera even neer en dan ga ik hier staan. En dan wil ik even zeggen dat ik het echt fantastisch vind dat je dat bedenkt na hoeveel jaar.
Nou, hoeveel jaar heb je dit bedacht? Nee, ik heb het wel eens vaker bedacht, maar nu dacht ik, nu is het zover. Ja, we gaan over een half jaar verhuizen en nu is het zover om hier nog wat te doen. Ik zei al tegen Maiwen, want Maiwen die vroeg eigenlijk wel heel erg soort van netjes, lief of wat dan ook. Niet dat ze voor alles mijn toestemming nodig heeft natuurlijk, maar het is toch samen onze slaapkamer. Het is toch mooi? Ja, nee, als ik het nu zo zie, denk ik wel van wauw. Maar dat heb ik wel vaker bij dingen. Maar Marion die vroeg gisteravond dus heel lief van... Ja, ik heb iets en het is bij elkaar €170. Kunnen we dat ophalen, want het is voor de slaapkamer. Toen zei ik van, oké, één ding. Als het iets is wat we kunnen meenemen, het hele pakket, naar de nieuwe woning, vind ik het goed. Maar we gaan nu geen muren verven of shit veranderen. Ja, dat terwijl we over een half jaar gaan verhuizen. Waarom zou je dat voor de laatste paar maanden nog doen? Maar ja, dit kan je gewoon makkelijk ophangen. Dekbed overtrekken, wat heb je gehad? Ja. Dat is gewoon altijd fijn. Dat is toch chill? En dus mooie witte. En kussentjes en zo, dat kan je allemaal meenemen, dat is prima. Maar ik dacht, Mario die gaat in één keer allemaal muren verven, weet ik veel wat. En dan denk ik van, dat is allemaal niet nodig, joh. Maar dit is nice, hoor. Dit is cool. En dan die spiegel daar, ja, ik zie het voor me nu. Echt, hè? Ik ga deze even wassen en dan gaan we in de tussentijd de spiegel ophangen. Ja, en hier hebben we dat trucje voor, hè? Ja. Dat ene streepje. Nu kan ik het gewoon alleen, eigenlijk. En een ronde spiegel is ook niet zo moeilijk, denk ik. Want die hoeft niet per se waterpas te hangen. Nee, inderdaad, nee. Die hoeft niet per se helemaal recht. Nee, dat zie je toch niet als die scheef hangt. Nee, dat klopt. Hoor je, joh. Ja, hier hebben we dus die twee punten. Ophangpunten en daar. Ja, maar ik denk dat we aan twee ophangpunten genoeg hebben. Ja, alleen moeten we een boor hebben. Dit is wel... Ja. Het is wel hard. Ja, dus, maar volgens mij hebben jullie wel, anders gaan we bij de bovenbuurman vragen. Oké, we moeten even naar de bovenbuurman. Want dat we hebben... Maiwen zei, ja, die ene oranje doos. Ik zeg, schat, dat is een schroefmachine. Daar kom je nooit mee in de muur. Dat is voor in hout en zo. Dus dat. Maar het gaat goed komen. Hier, moet je ruiken. Heb je een popje gelaten? Oh, dit komt net uit de was. Ja. Oh, dat is zo fijn, hè. Zo, dit is zwaar dan, hè, als het nat is allemaal. Ja, het zit allemaal hierin nu. Er zitten allemaal van die kussenslopen in en zo. Ja. Oh ja, alles zit erin. Eén groot pakket. Die hang ik altijd hier in de gang op. Ja, dat ruik je dan door het hele huis. Dat is echt bizar. Dat is zo fijn. Dat is echt de lekkerste geur die er is. Oh ja, dat samen met gemaaid gras. Dat is ook fijn. Dat wil ik nog laten zien. Wat ik dan er doorheen doe. Kijk, ik heb hier van die tubetjes. En dat heet wasparfum. En dat doe je zeg maar, in dit bakje hier. Ik doe sowieso een waspet erin, zodat het schoon wordt. Maar dit is wasparfum. En dan gaat je was zo lekker ruiken. En dan heb ik in drie verschillende geurtjes. Dus dat is echt een goede tip. Oké, voor alle mannen. Dat is de beste tip die er is. Hier, dames en heren, ligt het boek. Het fotoboek. En dit fotoboek moeten we dus nog gaan bekijken. Noël, Thijs, ik en Marion heeft hem gemaakt. Maar ik mag de eerste bladzijde niet openslaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook niet moeilijk om er niet in te kijken. Want ik weet gewoon dat het niet mag. En het is ook niet leuk als ik dat stiekem doe. Maar dit is dus het boek met de foto's erin. Hij is niet helemaal gevuld, maar alle foto's die we hadden gemaakt op Curaçao, die zitten hierin. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat wordt echt nog leuk. Oké. Kijk eens wat we hebben. Wauw, allemaal spul waar we niks van begrijpen. Shout-out naar Pim, de bovenbuurman. Wat? Oké, nice. En dan ga ik via hier zo naar jou kijken, zo stiekem zo. Oké, top. Ja, het ziet er wel nice uit. Eerlijk is eerlijk. Hij moet wel schoongemaakt worden, maar dit is wel leuk. Straks allemaal. De styling moet nog gebeuren. Oké. Oké, de slaapkamer is af. Ja, de studio is... Niet af, maar de beeldschermen hangen wel. Bijna af. Ja, ik zal het later vanavond wel zien. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de slaapkamer. Nou, loop maar. We hebben allebei ons ding gedaan. Ik de studio, jij de slaapkamer. Ja. Daar gaan we! Wauw, super clean, hè? Echt super clean. Het is gaaf. Is toch nice zo? Ja, dit is wel heel erg fijn. Het is een mooi hoekje ook zo. Ja, is dit zo'n geurspuit? Ja, roomspray. Maar het is wel wasmiddelgeur, dus dat is wel lekker. Ziet er heel schattig uit. Ja, dat is leuk hè, dat plankje hier zo. Ja,
Ja, het is echt clean, want het was best wel een troep hier in de slaapkamer. En zo met die spiegel, ik vind dat zo... Ja, de spiegel is mooi hoor. Het zorgt er ook voor dat de ruimte groter wordt, hè. Het enige wat nu eigenlijk niet matcht, is die kussens en de beer. Zie je dat? Dat is, die beer is lief. Ja, dat is gewoon schattig. Die heeft niks gedaan, die beer. Nee. Maar ik vind het mooi en een keer wit dekbed overtrek. Vind ik wel altijd heel clean, beetje hotel vibes. Ja, het is clean. Ik wil even weten hoe het is als je in het bed ligt en dan... Zeg maar, ojo, dat is gek als je dan vanaf hier naar de spiegel kijkt. Hé, hey, maatje. Oh, dat is gek inderdaad. Ja, wel echt nice hoor. Ik ben echt heel blij met die spiegel. Ik vind het echt heel mooi. En, zie je wat ik nog meer heb weggehaald ook? Nee? Waarom is het zo licht hier? Gordijn? Ja. Oh ja, inderdaad. Daar hing een gordijn, maar die gebruikten wij sowieso nooit. Ja. En die was zo erg gekleurd door de zon. Echt heel erg. Die was... grijs, een beetje deze kleur, maar de achterkant was letterlijk die kleur van dit kussen. Gewoon zo crème geworden, gewoon omdat de zon daar altijd zo scheen. Dus ik dacht, nou, die haal ik eraf. We hebben dat ding altijd zo naar beneden voor verduistering. En het klinkt alsnog niet hol hier, omdat het gordijn niet nieuw is. Nee, toch? Klopt. Nee, er staat genoeg in de kamer. Oh, sick hoor. Lekker slapen, hè? Ja, is nice. Ja, dit is top. Dat is echt mooi. Ik vind het ook echt mooi. Dat is echt fijn. Ik laat vanavond wel zien de studio, als ik wat meer heb opgeruimd. Ja, is goed. Eetsmakelijk. Dit ziet er verdomd goed uit. Dat weet ik in ieder geval wel. We eten kies vanavond. Lekkere kies. Hele lekkere kies. Check hoe dit uitziet. Dankjewel voor het eten, schatje. Alsjeblieft. Echt heel erg nice. Gewoon een lekker stukje taart voor avondeten. Kijk hoe fijn. Ik heb nu ook andere bodem gebruikt. Dus misschien ga je verschil proeven. Wow, ik heb hier in ieder geval heel veel zin in. Ik ook. Wow, lekker. Welke heuk. Dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Hey, nu hebben we goed licht, nu kan je ons goed zien. Maar deze lamp die verandert elke keer van kleur. Waar komt deze vandaan in één keer, die lamp? Die stond er altijd als... Echt, maar nooit zo duidelijk zoals hier. Nee, hij stond iets meer in de hoek, een beetje bij dat gordijn. Ja, ik zag het niet door het gordijn, denk ik. Maar wat vind je van het dekentje en de kussentjes? Oh, het is zo lekker, het is zo fijn. Lekker, hè? Ik ben best wel blij. Schatje. Nee, serieus, echt nice. Deze deken is echt lekker, toch? Ja, dat is echt super fijn met spiegel hier zo erbij. Hoppa, serietje op. Fantastisch, wat wil je nog meer, dames en heren? Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk vergeet u niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!